Okay. Een sexy BN'er. Leuk! Dat is Tom van Kalmthout. Hij is acteur en presentator van de buitendienst. Hey Tom! Hoi dokter Corrie. Nou, ik heb het dus net laten zien hoe het krijgen van een baby gaat. Mm-hmm. Nou, ben jij geloof ik nog niet toe aan kinderen, toch? Neem ik aan? Nee. Oké, nou, als jij nou met een meisje naar bed gaat, hè, ben jij je dan bewust van het feit dat zij zwanger kan worden? Zeker vroeger heel veel. Toen was ik echt... Want ook omdat mijn ouders er altijd op gehamerd hebben van doe het veilig, doe het veilig. Wist ik gewoon dat ik dat wel moest doen. Alleen het probleem is dat je gewoon soms in de hitte van de strijd dan denkt, ja... Ja. Ja, maar ja, we hebben geen condooms. Laat zitten, joh. Want dan denk je niet zo na over wat er allemaal kan gebeuren. Je bedoelt dat je dan toch gaat vrijen? Het gaat juist om die moment. Kijk, iedereen heeft van tevoren een condoom bij zich. Of denkt eraan. Iedereen weet, ja, ik wil geen SOA krijgen. Iedereen denkt, ja, ik wil geen kinderen op mijn 15e. SOA's zijn ziektes die je kunt krijgen als je onveilig vrijt, hè? Maar ga verder. Maar het gaat hem. Op de momenten dat je hem echt nodig hebt. En dan moet je verstandig zijn. En juist op die momenten, daar gaat het volgens mij altijd fout. Maar heb je ook een voorbeeld dat je wel bent gestopt omdat er geen condoom was? Ja, dan lig je met een meisje in bed en dan gaat het zo gebeuren. En dan zegt ze van, ja, maar heb je wel een condoom bij je? En dan zeg je, ja, nee, maar dat kan toch toch gewoon doen? Ze zegt, nee, ja. Ik doe het alleen maar met condoom. En dan is ze, oké. Nou, en dan ga je zo boos slapen. Waarom stopte dat meisje? Jij had toch ook kunnen stoppen? Puberjongens zijn alleen maar bezig met gewoon... dit gaat gebeuren. Ja, het gaat nu gebeuren. En meisjes die zijn gewoon verstandig en die denken, ja. Oké, het gaat gebeuren, maar laten we het wel even veilig doen. Nee, zeker, want voor je het weet ben je zwanger. Maar ik vind persoonlijk dat je daar als man toch ook een rol in hebt. Ik vind ook wel een beetje dat het eigenlijk de taak is van de jongen om de condoom mee te nemen. Ja, maar hoe weet je dan bijvoorbeeld hoe je hem om moet doen? Weet je dat? Ja, oefenen of zo. Volgens mij, ja, ik heb wel geoefend thuis. Op van alles eigenlijk. En volgens mij kan je ook gewoon op internet opzoeken hoe dat moet. Ja, precies. Inderdaad, op mijn site, dedrcorrieshow.nl, leg ik dat dus uit, hè. Maar stel, je hebt helemaal geen condooms gebruikt, meisjes ook niet aan de pil. Heb jij dat wel eens gehad? Ja. Nou, dan kan het meisje, kan dus zwanger worden, hè? Ja. Als je twijfelt, kan het helpen als het meisje zo snel mogelijk na de vrijpartij de noodpil neemt. Heb je dat wel eens gehad? Wel eens gehad, ja. Dat is, maar dat is er dan ook één keer geweest. Ja, ze noemen dat ook wel eens morning after pil, hè? Mag ik samenvatten dat veilig vrijen best wel heel belangrijk is? Ja, behoorlijk belangrijk, lijkt me. Want je wil gewoon niet een kind krijgen als je nog niet echt klaar bent om een kind te krijgen. Dus... Dankjewel, Tom. Echt heel erg bedankt voor jouw verhaal. Dag. Doei.